Welkom bij dit afscheidsinterview met de rector magnificus van de Universiteit Leiden. Karel Stolker is een echte Leienaar. Hij werd op 23 juni 1954 geboren in Leiden. Hij studeerde er en hij woont er nog steeds met heel veel plezier. Bijna 8 jaar geleden trad hij aan als rector magnificus van de Universiteit Leiden, waarvan hij toen feitelijk eigenlijk de baas werd. Dat stokje geeft hij op 8 februari aanstaande over aan zijn opvolger, Hester Bell is dat. En daarna is de tijd aangebroken voor de pensioengerechtigde jaren. En dat geeft aanleiding voor een goed gesprek over de vrijheid van debat, Twitter en ook over de toekomst van de universiteit. Karel Stolker, fijn dat we hier te gast zijn in het academiegebouw. Zeker, ja, nee, fijn dat ik in jullie programma mag zijn. Ja, dit is de Senaatskamer. Hier, hier hangt eigenlijk 400 jaar geschiedenis, ruim 400 jaar geschiedenis van de universiteit. In 2016 hing hier nog maar 1 vrouw aan de muur. Ja. Inmiddels zijn dat er 15. We zien het hierachter ook. Zeker, ja. Sophia, daar heel bovenaan hangt ze. Sophie, ik noem haar altijd Sofietje, maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet netjes. Maar dat was de enige vrouw te midden van volgens mij 117 mannen. Ja, en dat wetenschapsgeschiedenis is natuurlijk eigenlijk ook een mannengeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Maar dit was natuurlijk helemaal niet meer hoe de universiteit op dit moment is. En ook niet meer hoe de wetenschap op dit moment is. Dus we hebben in 2016, daar heeft een van mijn oud-collega's, Simone Buitendijk, ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Ja, die zei een keer tegen mij, er hangen eigenlijk overal in de universiteit dode mannen. En moeten we daar niet wat aan doen? En ik dacht, ja, daar heeft ze gewoon groot gelijk in. Dus we hebben toen in 2016 hebben we een aantal topwetenschappers uitgekozen en gevraagd of zij het leuk vonden om geschilderd te worden. Dat wilden ze. En ja, kijk nu achter mij, daar hangen ze. Ja, is daarmee iets rechtgezet wat onrecht was op dat moment? Ik denk dat het lang geduurd heeft voor. Want dit hadden we al wat eerder kunnen bedenken. Aan de andere kant, zeg maar, de opkomst van vrouwen in de wetenschap is natuurlijk eigenlijk ook pas sinds de Tweede Wereldoorlog aan het ontstaan. Hè? En daarna natuurlijk vrij snel gegroeid. Dus het is ook wel een. Ja, gelet op de geschiedenis van de universiteit, ook wel een korte periode. Maar als je erop terugkijkt, denk ik wel, dan hadden we wel wat sneller kunnen zijn. Ja. Ja. U bent 8 jaar rector magnificus geweest, daar is veel in gebeurd. Dit is een van die punten. We komen ook nog op een aantal andere punten. Bijvoorbeeld hoe je de universiteit achterlaat. Maar eerst even kijken naar een van die enorm gewaardeerde corona-vlogs. Want op 18 maart, toen was het begin eigenlijk van de lockdown hier. Iedereen ging in lockdown. Hoe kwam u op het idee om dan te gaan vloggen? Ja, ik weet niet meer helemaal precies hoe dat ging. Wat ik me nog wel herinner, dat is, als rector, je bent niet zozeer de baas. Hè? Want ik heb altijd gezegd, universiteiten hebben geen bazen. Maar ze hebben wel een boegbeeld. En de rector is wel het academische boegbeeld van de universiteit. En ik heb het toen onmiddellijk afgevraagd, wat betekent nou deze online wereld voor een rector die gewoon de hele dag thuis op zijn kamertje achter een schermpje zit? En toen dacht ik, ja, hoe zorg ik er nou voor dat ik ook zichtbaar blijf in die community die ook een beetje de steun van de rector nodig heeft, de aandacht van de rector nodig heeft? Nou ja, en ik zie natuurlijk om mij heen ook wel allerlei jong volk zie ik vloggen, dus ik dacht, ach, waarom ook eigenlijk niet? Dus ja, ik ben het gewoon maar eens gaan proberen. Ja, en dat vond ik ook best wel spannend, dat voor hetzelfde geld. Mijn dochters keken een beetje en die dachten, help, wat gaat hij nou doen? Ja. Dus ik vond het ook best wel spannend. Maar dat pakte enorm goed uit. En het kwam in ieder geval ook wel, dat was ook nog wel van belang, ook nog wel authentiek over. Dus het is niet een spelletje wat je speelt, maar het lukte ook wel echt om de boodschap en mijn gevoelens op dat moment voor die community van studenten en wetenschappers en supportstaf, om die ook echt over te brengen. Dus ja, nou ja, we komen daar zo op. Laten we even kijken naar die tweede vlog. Ja, leuk om te doen. Beste collega's, beste studenten, fijn om jullie weer eventjes te zien. Ik sta hier in het plantsoen, even naar buiten. Er wordt hier trouwens hard gestudeerd en ook gevoetbald, zoals jullie achter mij kunnen zien. Ik wil jullie eigenlijk vooral namens ons college van bestuur zeggen hoe goed jullie het doen. Echt indrukwekkend met de kalmte, de rust waarmee jullie deze ingewikkelde situatie tegemoet treden. Zeker ook onze internationale studenten, met familie vaak ver weg. We proberen echt alles op alles te zetten om jullie zoveel mogelijk te helpen en van dienst te zijn. Nu ik hier toch sta, misschien 2 boodschappen. Eentje voor onze studenten. Zorg ervoor dat je van je fusie geen kroeg maakt, dus probeer echt te voorkomen dat je elkaar besmet. En voor onze medewerkers die van nu af aan eigenlijk alles op afstand doen, onderwijs, maar ook vergaderen, pas alsjeblieft op voor de phishing mails, die gaan weer rond. En één virus is op dit moment wel genoeg, zou ik zeggen.
Ik wens jullie alle goeds, heel veel sterkte. Let op onze updates op de website. En we zien elkaar weer gauw. Dag. Ja, dit was de enige manier om de studenten en medewerkers ook te bereiken. Eén virus is wel genoeg, zei je nog grappig. Ja. Het was ook nog wel de tijd dat het een beetje grappig misschien kon zijn, of niet? Ik denk het wel. Ik had toen natuurlijk ook, dit was in maart volgens mij dan. Ik zie er trouwens een beetje uit als een zwerver in het park. Maar goed, dat plantsoen was het. Toen had ik natuurlijk nooit kunnen denken dat we nu in januari, straks februari zitten. En eigenlijk, dit verhaal had ik gewoon nu weer kunnen houden. Misschien nog wel erger, hè, als we nu horen over die nieuwe variant. Dus ja, dit is wel iets heel bijzonders. Maak van de fusie geen kroeg. En maak van de fusie geen kroeg. Nou, ik moet zeggen, ik ben wel super trots op wat onze studenten hebben gedaan. Ook in die huizen. Als je nu kijkt op dit moment en je weet helemaal niet hoe het over een paar weken weer is. Maar het aantal besmettingen in Leiden is ongelooflijk laag. Er zijn sommige huizen die een soort permanent in quarantaine zijn geweest. Maar ze hebben het allemaal gedaan. Allemaal op een hele goede manier gedaan. Via ons onderwijs blijkt op geen enkele manier dat het virus is doorgegeven. Dus iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Nou, petje af eerlijk gezegd voor de studenten en de docenten. Echt knap gedaan. De studenten hebben wel onder een vergrootglas gelegen. Hè. Er zijn landelijk is er gezegd, die studenten die feesten maar door. En, en aan de andere kant zagen we ook misschien het eenzaamheidsgevoel toenemen. Ja. Hoe hebt u daarnaar gekeken? Nou ja, wij hadden... Wij hebben 30.000 studenten. En een student is iemand tussen zijn 18e en zijn 24e. Dus je hebt 30.000 mensen die tussen 28... Daar gebeurt natuurlijk dus wel eens wat. Dat kan ook bijna niet anders. Dus dat het af en toe een keer misging. We hebben toen een feest gehad, of een soort van feest in het Van der Werfpark. Ja, daar moet je ook maar een beetje rekening mee houden. Zo gaan die dingen. Belangrijk is dat je ervan leert. En dat hebben ze gedaan. Augustinus in dit geval heeft dat echt geweldig opgepakt. En er heel veel aan gedaan. En ik maakte me ook wel een beetje zorgen ook over de... Ook wel over wat dit doet bijvoorbeeld met de horeca in Leiden. Als jouw studenten natuurlijk allemaal aan het feesten zijn, of van hun huis of van hun fusie een kroeg maken, ja. Maar ondertussen zijn die horeca-ondernemers, die staan allemaal stil. Dus ik vond het ook wel, ongepast tegenover de Leidse horeca dat als dit mis zou gaan. Maar ze hebben er heel goed van geleerd. Ja, en als je nu, ik zeg het, naar de besmettingen kijkt in Leiden, dan gaat het eigenlijk heel goed. De coronavlogs die verspreid u via Twitter. Ja. Ik begreep in de voorbereiding dat u thuis ook al Karel Apple wordt genoemd. Ja. Omdat u zoveel twittert. Ja, zeker. Stopt dat twitteren ooit? Of werkt u eigenlijk 24 uur per dag als Rector Magnificus? Nou, 24 uur per dag natuurlijk niet. Maar het is wel een baan voor dag en nacht. Dat kun je inderdaad wel zeggen. En ook de weekenden gaan natuurlijk vaak aan op. Dat twitteren trouwens, sociale media, is overigens ook veel werk. Ik denk dat het toch wel... Nou, je kunt dat op je schermpje natuurlijk zien iedere week. Maar dat is toch wel zeker een uur per dag dat je daarmee bezig bent. Dat valt me dan nog mee bij u als ik zie de activiteit. Ja, maar goed, maal 7, dat is toch een dag. Zeg maar een werkdag althans voor veel mensen. Dus het is ook wel veel werk om te doen. Maar ik heb het in de loop van de tijd ben ik het steeds leuker gaan vinden. Ook omdat het een hele rechtstreekse manier is om met je studenten en met je docenten en de samenleving en met de politiek trouwens ook, inclusief de minister, te communiceren. Dus dat vond ik er leuk aan. En ik vind het ook wel goed om ook een beetje verantwoording af te leggen, ook een beetje uit te leggen van waar je nou als rector, want veel mensen hebben wel een soort vaag idee bij een rector. Ja, dan denken ze aan het cortège op 8 februari. Maar wat je nou precies doet en hoe dat dan gaat, geen idee. Dus ik vond het ook wel een hele mooie manier om een beetje te laten zien, wat doe je nou als rector? En ik ben natuurlijk ook nog voorzitter van de universiteit. Maar wat doet zo iemand nou de hele dag? Dus het was ook om die reden wel mooi. Veel van uw collega's die hebben ook een communicatiemedewerker die eerst alles bekijkt wat eruit gaat. En die misschien ook af en toe zegt, nou zou u dat nou wel doen, want dit gaat ons geen goeds brengen. U deed dat direct via Twitter. Dat kwam niet altijd, bleef het daardoor rustig. Hè? Er was uitspraken gedaan waarvan mensen zeiden, wat zegt Karel Stolker nu? Ja. Is dat debat wel goed te voeren online als u er zo direct op zit met feiten, fictie die soms door elkaar lopen? Ja. Is dat niet bijna een soort van slangenkuil waar u in terechtkomt? Ja, daar moet je wel voor oppassen. Dat is natuurlijk een risico. Hè? Je wilt je, want op enig moment, als je eenmaal actief bent op Twitter, dan kun je ook niet ineens zeggen, ik doe nu even helemaal niks meer. Een week helemaal niks doen. Want dan gaan mensen daar weer wat van denken. Als je niks zegt, dan denken ze, er is kennelijk een groot probleem. Ik heb het wel heel leuk gevonden. Ik denk,
Ik heb natuurlijk fantastische woordvoerders en ik heb fantastische communicatiemedewerkers. En ik denk zomaar dat ze in het begin soms al een beetje hebben gedacht van, oh, gaat dit wel goed? Maar we hebben al heel gauw elkaar daar volkomen in vertrouwd. En daar heb ik ook op gelet. Je moet ervoor zorgen dat je, ja, het moet persoonlijk en authentiek zijn. Dus je moet ook echt zeggen wat je zelf vindt. Ja, je moet natuurlijk ook niet gaan twitteren in strijd met wat je collega's doen of waar decanen mee bezig zijn of mensen afvallen. Ik heb eigenlijk altijd ook wel op een vrij vriendelijke en constructieve manier getwitterd. En ook vaak de mooie dingen van de universiteit laten zien. Nou, daar kan je ook bijna niet tegen zijn. Nee. Maar ja, het kan ook wel een keertje misgaan. Dat is zo. Ja, in het Nijmeegse studentenblad Fox zei u ooit, je moet wegblijven uit de riolen, maar Twitter is een hele leuke manier om bovenop dat debat te zitten. En natuurlijk moet je wel een beetje oppassen, want een verkeerde tweet die kan zomaar het einde van het rectoraat betekenen. Ja. Heeft u op zo'n moment, bent u dat tegengekomen? Heeft u zo'n tweet verstuurd waar u achteraf van dacht, dit zou, als dit zich verkeerd ontwikkelt, het einde van mijn rectoraat kunnen zijn? Nee, dat heb ik nooit gedaan. En dat was een enkele keer, ja, toen een commissaris, geloof ik, in Drenthe of zo. Maar er waren wel wat voorbeelden van mensen die inderdaad hele ongelukkige. Maar daar was ik ook nooit zo bang voor, omdat het zit ook niet in mijn aard. Ik ben helemaal geen bozige meneer of iemand die voortdurend loopt te schelden, te tieren of iets dergelijks. Je moet ook in het algemeen zo na 22:30 moet je ophouden ermee. Dat leer ik ook wel. Je moet ook zorgen dat je niet moe bent. Maar elke keer toch echt even nadenken over wat je doet. Want het is inderdaad zo rechtstreeks. Alles wat je op... Ja, bij wijze van spreken, als ik nu een tweet uitzend, kan ik na dit interview inderdaad ontslagen zijn. Dus je moet ook inderdaad ontzettend oppassen. Maar het zit ook niet in mijn aard om dat soort tweets eruit laten gaan. Dus ik heb ook geen voorbeeld waarvan ik nou denk, dat had ik nou echt heel anders moeten doen. Tuurlijk, soms denk je wel eens misschien dat had wel een beetje sneller of een beetje anders gekund, maar nee, geen hard feelings over mezelf, zal ik maar zeggen. Nee. Nee, onlangs stond u online, maar ook offline volop in de belangstelling. En dat had te maken met de vermeende antisemitische uitspraken die hier op de universiteit zouden rondgaan. Onder de hoogleraar en senator voor het Forum voor Democratie, Paul Cliteur. U heeft toen gezegd, daar moet onderzoek naar gedaan worden. Ja. Dat onderzoek wilt u eerst afwachten voordat u daar hierop reageert. Ja. Verwacht u eigenlijk dat onderzoek klaar is voordat u afscheid neemt? Dat is wel de bedoeling. Hè? Dus ik neem over ruim 3 weken neem ik afscheid. De verwachting is dat het wel gaat lukken om dat rapport. In ieder geval, dat hebben we met de commissie. Hebben ze ook verklaard helemaal aan het begin. Een week of 6. En ook de commissie heeft natuurlijk last van de lockdown. Maar we verwachten wel dat ergens de komende periode. En voordat ik terugtreedt als rector, dat er een rapport is van de commissie. Dus ik verwacht dat er is. Bent u dan niet bang dat dat ook uw afscheid overschaduwt uiteindelijk? Er is nu op internet heel veel lof voor uw rectoraat. Allerlei herinneringen worden gedeeld. Ja. Aan de andere kant komt er ook nog een rapport wat misschien een beetje als een donkere wolf boven de markt hangt. Bent u daar niet bang voor? Ik heb ook wel eens gezegd, als je bestuurder en rector zijn, is het niet voor bange mensen. Als je daar bang voor bent, dan kun je de hele tijd. Er gebeurt natuurlijk van alles in zo'n universiteit aan wetenschappelijk onderzoek en met je studenten, we hadden het er net over. Dus ik ben niet zo bang uitgevallen. En het gaat ook wel over een belangrijk onderwerp, hè, voor deze. We zitten hier in de Senaatskamer, maar het gaat over presidium libertatis en de eventuele grenzen aan presidium libertatis. Dus het gaat ook over een belangrijk onderwerp. Dus in die zin is het misschien een donkere wolk, maar ik moet het nog zien. Het onderwerp is in ieder geval heel belangrijk. En wij willen graag dat er uitgezocht wordt. Dat hebben we ook op onze in die verklaring ook uit laten gaan. We willen graag dat er uitgezocht wordt wat er nou precies gebeurd is. Daar zijn we eigenlijk in geïnteresseerd. Ja. En ik zie het niet als een donkere wolk. Nee. U had het terecht aan. Het is voor u een heel belangrijk thema waar u de afgelopen jaren ook veel aandacht voor heeft gevraagd. De vrijheid van het academisch debat. U heeft er ook op de verjaardag van de universiteit in 2018 uitgebreid aandacht voor gevraagd. U zei een jaar geleden in een gesprek met rechtenstudenten, laat de bliksem maar inslaan. Zolang het debat maar respectvol en inhoudelijk is en je na afloop op het Rapenburg loopt en samen een borrel of thee drinkt, is er niet veel aan de hand. Is dat ook in dit geval, heeft u het gevoel dat er op dit moment in alle plekken van de universiteit nog thee met elkaar gedronken kan worden, ook bijvoorbeeld bij de rechtenfaculteit? Het is wel heel sterk de cultuur van de universiteit, hè, van de Universiteit Leiden. Dus die goede verhoudingen, elkaar laten uitpraten, met elkaar discussiëren en debatteren, in dit gebouw ook, inmiddels bijna 450 jaar. Dus het is wel heel sterk de geschiedenis ook wel en de traditie bijna, zou je kunnen zeggen, van deze universiteit.
Natuurlijk, er zullen altijd conflicten tussen mensen zijn. De universiteit is natuurlijk een heel sterke mensengemeenschap. En ja, mensen hebben soms conflicten of ingewikkelde dingen. Maar ik zou niet zo goed weten. Ik kan niet zoveel mensen opnoemen waarvan ik nou zou zeggen, die moet je niet bij elkaar in de kamer zetten. Dus nee, en dat is ook wel iets waar ik in mijn rectoraat ook wel erg op gelet heb, op die toch ook die goede verhoudingen, dat je steeds met elkaar in gesprek en debat blijft. Maar het is soms spannend, hè? Willem Otterspeer, onze universiteitshistoricus, die zei ook naar aanleiding van die kwestie die we net bespraken, ja, je bent als rector een beetje brandstichter, je wilt dat debat juist hebben, het staat in onze missie, het maatschappelijk en het wetenschappelijk debat, dus je moet een beetje de brand stichten en je moet hem op tijd blussen. Dus het is een beetje alle twee. En dat vond ik wel mooi gezegd. Ik denk dat het ook wel zo is. Ja, de universiteit moet juist een vrijplaats zijn voor het gesproken en geschreven woord. Nou zien we om ons heen ook dat er het verschil tussen feit en mening, dat is op een hel vlak gekomen. Ja. U bent ook wel aangesproken online op, ja, waarom neemt u het niet op voor de milieuonderzoekers aan deze universiteit? Als het bijvoorbeeld om het klimaatdebat gaat, moet de universiteit daar niet stevig stelling in nemen? Is zo'n vrij debat nog mogelijk als feiten en meningen door elkaar gaan lopen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, als het goed is, zijn wij natuurlijk aan de universiteit van de feiten. Maar je bent ook van de twijfel. Je bent ook voortdurend aan het, de wetenschap is gebaseerd op vragen stellen en zoeken naar antwoorden op die vragen. Ik heb altijd erg geprobeerd om niet als rector me in dat wetenschappelijke debat te zetten. Om te beginnen is het niet mijn debat, want die wetenschappers weten er stuk voor stuk veel meer van hun onderwerp dan ik. Dus ik heb om die reden. Maar ik heb het ook altijd, ik ben natuurlijk primair toch bestuurder. En ik vind een bestuurder moet zich niet met dat wetenschappelijke of maatschappelijke debat bezighouden. Het is anders als het natuurlijk gaat over de waarde van de universiteit. Dan mag je van mij verwachten dat ik er wat van vind. En als het dan politieke aangelegenheden hebben, we hebben natuurlijk de bekostiging van de universiteiten met de minister. We hebben hier zelfs twee openingen parallel gehad. Ja, daar komen ze ook nog op. Ja, komen ze hier ook nog op. Kijk, dan mag je van mij verwachten dat ik daar wat van vind. Maar ik ben altijd heel voorzichtig geweest om me nou heel duidelijk stelling te nemen in de klimaatdiscussie. Maar goed, mensen die mij een beetje volgen, die zullen wel ongeveer weten hoe ik daarover denk. Ja, het gaat me ook niet specifiek om de klimaatdiscussie, maar wel om de oproep voor een vrij debat op de universiteit. Ja. Waarbij waar genoeg mensen in de samenleving nu ook wetenschap in twijfel trekken en zeggen, ja, mijn ervaring is belangrijker dan wat iemand in een paper op deze universiteit schrijft. Wordt dat wetenschappelijk debat dan niet vertroebeld? U merkt dat op Twitter natuurlijk ook aan de reacties die u krijgt van allerlei mensen uit de stad en uit het land. Zeker. Nou ja, dat is ook wel iets wat ik me, en ik denk dat we daar nog veel naar gaan kijken en misschien ook nog wel onderzoek naar gaan doen. Wat heeft nou het feit dat avond en avond op twee zenders in Nederland, virologen, epidemiologen, psychologen, economen, iedereen bemoeit zich natuurlijk met dat virus en is daar bezig met debat over hoe zich dat ontwikkelt en wat de vragen zijn. Ik heb me serieus wel afgevraagd, wat doet dat nou met de mensen die zitten te kijken? Wat is nou, we zijn aan de ene kant heel blij, want de wetenschap is iedere avond op tafel, zou je kunnen zeggen, op de zender. Maar mensen zien natuurlijk ook twijfelende, zoekende wetenschappers. En wat voor beeld blijft er dan achter bij die wetenschappers? Dus ik vind dat wel een interessante vraag om over. Kunt u daar antwoord op geven op die vraag die u zelf stelt? Nou, ik denk dat voor de toekomst, en dat heeft ook iets met een ander, wat ik altijd, wetenschapscommunicatie heb ik altijd echt leuk, een mooi vakgebied gevonden. Maar ik denk dat we nu erg gericht zijn op te communiceren van de resultaten van ons onderzoek. Dus we zijn bezig met een afgerond artikel of een afgeronde promotie. Misschien moeten we in de toekomst ook wel wat meer aandacht besteden aan hoe wetenschap tot stand komt. Dus dat trial and error, dat je voortdurend aan het zoeken bent. Gisteren heel mooi zag ik de Universiteit Twente. Ja, die maken 20 of 30 verschillende prototypes en niks werkt. En dan moeten we weer opnieuw beginnen voor nummer 31. Maar misschien moeten wij ook wel wat meer de mensen ook laten zien hoe wetenschap werkt en hoe wetenschap geproduceerd wordt, tot stand komt. Terwijl we nu vaak natuurlijk met de soort glorieuze eindresultaten komen. Maar dat is het slotje van het geheel. Daar zit heel veel voor. En wat je met dit virus hebt gezien, dat we natuurlijk voortdurend aan het zoeken zijn met z'n allen naar waar gaan we nu weer met die variant. Ja, dan begint het eigenlijk weer allemaal opnieuw. Dus ik denk, we moeten misschien nog wel meer aandacht besteden aan die
productie van de kennis. En is het dan meer aanschuiven bij talkshows? Want u bent daar zelf niet zo van. We zien u niet veel in talkshows. Dus roept u dan iedereen op om daar maar dat debat te voeren? Ja, dat vind ik een heel goed idee. Dus ik vind, als je dat kan, hè, je moet het. Ik heb zelf mijn proefschrift ging heel lang geleden over medische aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor luchtvaartongevallen. Toen heb ik veel van. Ik was toen een van de eerste die echt over dat onderwerp veel publiceerde. Mijn proefschrift ging daarover. En toen zat ik veel in Hilversum toelichtingen te geven. Ik herinner me nog de Bijlmerramp was bijvoorbeeld zo'n onderwerp. Heb je ook in de commissie gezeten uiteindelijk? Uiteindelijk daardoor ook in die commissie. Want ja, inderdaad, die externe bekendheid leidt ook vaak weer tot nieuw onderzoek en tot nieuwe uitnodigingen. Dus dat is er ook een voorbeeld van. Maar ik vond het als rector, ben ik altijd terughoudend geweest om in die inhoudelijke debatten ook een rol te spelen. Ja. Omdat ik denk, ja, dat moeten die wetenschappers doen. Die moeten daar zichtbaar zijn. En de een is daar beter in dan de ander. Maar ja, als je nou, zo Andrea Evers bijvoorbeeld, hoe die dat doet. Maar ook Frits Roosendaal, noem ze allemaal maar op, rond dat virus. Ja, ik vind dat ze het fantastisch doen. Ja. Nog tot slot heel even terug naar Paul Cliteur, de senator voor Forum voor Democratie. U hebt eerder gezegd, het debat kan gevoerd worden. Iedereen is hier welkom. Er zijn maar drie dingen die niet kunnen. En één daarvan is de wet overtreden. Ja. Is het dan uiteindelijk ook aan een rechter om hier, als dat rapport hier straks ligt, om een rechter te vragen hier naar te kijken? Wij hebben ervoor gekozen om niet naar de rechter te gaan. We wilden gewoon weten wat is hier nou eigenlijk gebeurd. Dus we wilden gewoon meer een feitenonderzoek. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? En dat wordt nu door deze onafhankelijke commissie wordt dat een beetje snel, want daar was ik heel blij mee, uitgezocht. En ja, dan heb je een rechter niet nodig. Bovendien, je wilt ook graag op dat soort vragen, is er nou iets antisemitisch rond die afdeling of rond een hoogleraar, je wilt dat gewoon snel uitgezocht hebben. Je wilt niet dat jarenlang in de rechtspraak boven de markt hangt. En dus daarom hebben we gekozen voor deze weg. Ja, toch is het lastig als u zegt, de wet mag niet overtreden worden. Dat is al uiteindelijk, kunt u daar geen oordeel over vellen. Ik kan dat ook niet. Daarvoor hebben we natuurlijk, u weet dat als jurist, daarvoor hebben we een rechtbank ook. Ja, maar ik mag toch hopen dat we zelf ook wel een beetje een idee hebben, zeker als juristen zou ik zeggen, ook wel een beetje een idee hebben van wat voor regels zo de wet voorschrijft. En dat weten wij natuurlijk ook wel. Dus ik zou zeggen, anders zouden we voortdurend bij iedere uitspraak voortdurend weer naar de rechter, die ons niet bevalt, aan de rechter moeten lopen. Dat wordt hem ook niet. Nee hoor, ik denk dat het heel goed is wat we hier doen. We willen gewoon uitgezocht hebben wat is er nou eigenlijk gebeurd. En we hopen dus dat we ergens voor 8 februari te horen krijgen wat het is geworden. Ik vind een rechter ook altijd toch wel een ultimum remedium. Dus dat is eigenlijk iets wat je, als je er echt zelf niet uitkomt, moet doen. Maar ja, dat moet het ook wel zijn dan. Ja. U neemt, zoals gezegd, op 8 februari afscheid. Hoe laat u de universiteit achter? In de voorbereiding natuurlijk gekeken. 20 jaar geleden was bijvoorbeeld in Den Haag nog geen universiteit. Ja. Nu is er een florerende universiteit in Den Haag. Ja. Hoe laat u de Leidse Universiteit achter? Als een Leidse of als een universiteit die zowel in Den Haag als in Leiden is? Wat een beetje mijn thema op een gegeven moment is geworden, dat is die drieslag. We zijn één universiteit in twee steden met drie campussen. Nou, campussen is natuurlijk een echte campus in de binnenstad. Maar de binnenstad van Leiden, daar zijn we natuurlijk heel zichtbaar. We zitten daar op dit moment. De Science Park, waar we met het bedrijfsleven, met de farma-industrie, met Naturalis als een hele belangrijke partner natuurlijk. En we hebben Den Haag. Dus het is één universiteit, twee steden en drie campussen. En dat is wat we steeds hebben proberen uit te dragen. En Den Haag, die campus Den Haag, ja, dat is een heel goed idee geweest van onze voorgangers. En dat is echt, Jouke de Vries was daar een van de allereerste die daar actief is geweest. Loek Vredevoogd, Deetman, de toenmalige burgemeester van Den Haag. Ja, Den Haag heeft geen universiteit en dat is eigenlijk heel vreemd. En Leiden heeft gezegd, nou, wij kunnen die rol, die universitaire presentie, die kunnen wij wel voor jullie invullen. En dat hebben we dus gedaan. Ja, en dat is een enorm succes. Binnenkort hebben we zo'n 6.000-7.000 studenten daar. Er zijn heel veel onderzoekers actief. We sluiten ook heel dicht aan op die internationale stad van vrede, veiligheid en recht. Dus ja, dat is wel een groot succes. Maar dat is een doorlopend. Hè? Dat is vooral niet denken dat ik dat allemaal gedaan heb. Maar dat is dus echt begonnen eind jaren 90. Ja, en dat gaat ook niet meer weg. En wat ik ook leuk vind om erbij te zeggen is, ook onze burgemeester, de Leidse burgemeester, heeft ook altijd gezegd, wat goed is voor de Universiteit Leiden, is ook goed voor de stad Leiden. Hè? Dus dat die angst die er een beetje was van, help, gaan we naar die universiteit overzetten naar Den Haag, die is volgens mij uit de stad helemaal weg. En daar ben ik ook wel blij mee. En daar heb ik wel echt een bijdrage aan willen leveren de afgelopen jaren.
Ja, toch heeft u de afgelopen jaren ook gemerkt dat het helemaal niet makkelijk is om bijvoorbeeld te groeien in de binnenstad van Leiden. Nee, we hebben de Humanities Campus hier achter gezien, ook het Lolpark waar dan veel over gesproken wordt. Ja, komt dat er of niet? De buurt vindt dat ook spannend. Ja. Is het dan een reden om meer te groeien in Den Haag en Leiden eigenlijk als status quo achter te laten? Ja, wat ik echt heb vermeden en wat we ook niet moeten doen, dat is dat we de twee steden tegen elkaar uitspelen. Dat is echt totaal ongepast en dat willen we dus niet. Dus we hebben ook nooit gezegd, als Leiden niet ruimte voor ons weet te vinden, dan gaan we wel naar Den Haag. We zijn om een inhoudelijke reden naar Den Haag gegaan en ik denk dat dat heel verstandig is. Bedenk ook de Haagse burgers betalen ook voor de Universiteit Leiden. Ik bedoel, iedereen in Nederland betaalt voor de Universiteit Leiden, dus zo gek is dat ook weer niet. Maar we zijn om inhoudelijke reden naar Den Haag gegaan en ik denk dat het ja, niet gepast is en ook niet productief om die steden tegen elkaar uit te spelen. Dat heb ik dus ook zelf nooit gedaan. Nee, en er zit er ook geen aanleiding toe om in de komende jaren die afweging opnieuw te moeten maken. Je zegt, we zitten op een goed spoor en dat moet alleen maar zo doorgaan. Ik denk het. En kijk, en we blijven natuurlijk. Ik ben zelf ook wel verrast hoe in de afgelopen 8 jaren die universiteit natuurlijk in Den Haag is gegroeid. En ik weet er zeker dat er over 8 jaar, als Hester afzwaait, mijn opvolger afzwaait, dat er weer een hele andere en nog veel bredere campus zal zijn. Dus er zal voortdurend ontwikkeling in zijn, maar nooit in concurrentie. Daarom vond ik ook altijd nogmaals die stelling van de burgemeester, wat goed is voor de universiteit, is goed voor de stad. En dat moet steeds het uitgangspunt zijn. Ja. Dat is bij mij altijd geweest. Ja, u noemde het al even. Er zijn op een gegeven moment 2 openingen geweest van het academische jaar in Leiden. Eén binnen, één buiten. De universiteit kwam eigenlijk in actie, in opstand. Ja. Want die zeiden, we worden onderbetaald. Er is te hoge werkdruk, laat ik het zo zeggen, voor wat we aankunnen. En u zei daar zelf ook over uiteindelijk. Ik heb het gevoel dat de politiek en het hoger onderwijs elkaar helemaal zijn kwijtgeraakt. Ja. Aan de ene kant zien we een groeiende universiteit. Aan de andere kant zien we medewerkers die zeggen, wij kunnen de druk niet aan en er moet meer dan 1 miljard euro bijkomen. Ja, ja. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Ja, kijk, het waren inderdaad 2 parallelle bijeenkomsten. Maar ik had bij alle 2 willen zijn. Ik bedoel, die 1 in de Pieterskerk, dat was natuurlijk degene waar ik moest zijn in mijn toga als rector en met het college van bestuur en de decanen. Maar het was natuurlijk net zo goed wat daarbuiten gebeurde. Want de agenda van WO in actie is ook onze agenda. Wij vragen te veel van onze wetenschappers en docenten. Dus het aantal overuren wat mensen maken is kolossaal. Het gaat dus niet eens inderdaad, maar je corrigeerde jezelf. Het gaat niet over onderbetaald of zo, daar klagen ze niet over. Maar ze zeggen het is gewoon te veel en te zwaar. En de controle over het werk is verloren. Er is erg veel bureaucratie, erg veel verantwoordingsplicht. De financiering is onzeker. Tijdelijke aanstellingen zijn te veel. Dus het is een lijst van klachten van WO in actie waar we het eigenlijk mee eens zijn. En waar we met hen, en daarom vond ik het wel mooi dat het ook in Leiden was, waar we met hen ook gelijk willen optrekken. En dat gaan we ook doen naar het nieuwe kabinet, hè, dat wordt straks gevormd. En dan hopen we die casus voor dat miljard en toch wat minder bureaucratie en wat meer vrijheid ook een beetje ademen kunnen. Ja, dat debat willen we heel graag dan voeren straks met het nieuwe kabinet. Ja, er is geld voor nodig, maar er zijn ook mensen voor nodig. De doorloop is soms hoog, zeker bij mensen die niet gepromoveerd zijn, omdat het moeilijk is om die een vaste contract te geven binnen deze universiteit. Hoe verhoudt dat zich dan tot elkaar dat u aan de ene kant zegt, ja, we groeien in Den Haag, we willen als universiteit groeien. Aan de andere kant is er en geld nodig en zijn er mensen nodig. Dat lijkt er een flinke tegenstrijdigheid. Ja, we hoeven niet, misschien is dat nog wel goed te zeggen, we hoeven niet per se te groeien. Dus we zijn nu zo'n 30.000 studenten. Ik denk dat dat een prima aantal is. En misschien wordt het er 31 of 32, die kant gaan we nu wel op. Maar we hoeven niet per se te groeien. Dus het is niet zo, we zijn geen bedrijf. We worden ook niet beoordeeld in de beurskoers of zo, hoe groot we zijn. Dat kan ons eigenlijk niks schelen. Het gaat om de inhoud en het gaat om de verantwoordelijkheid aan de samenleving. En als de samenleving wat minder studenten nodig heeft, dan kunnen we ook best een beetje kleiner worden. Dus we zijn wat dat betreft, nou, mooi woord, responsief. Dus we willen ook beantwoorden aan wat de samenleving van ons vraagt. En groei is niet per se nodig. Maar zegt u daarmee ook dat er de komende jaren niet gegroeid moet worden? Nou, ik zeg dus niet, het zal ook afhangen van wat, kijk, zo'n stad Den Haag. Het kan heel wel zijn dat zo'n stad Den Haag toch ook vragen aan de universiteit heeft. Bijvoorbeeld, we hebben daar een instituut zijn we gestart rond veiligheid, het Security Instituut.
ja, het is internationale stad van internationaal recht, vrede en veiligheid. Ja, daar zijn we mee gestart. En als de stad zou zeggen, ja, we zijn eigenlijk nog andere vraagstukken die we ook aan jullie, of mensen die we nodig hebben in bepaalde vakgebieden die we nu niet hebben of waarvan we er te weinig hebben, ja, dan zou dat natuurlijk heel goed kunnen. Maar het moet steeds wat mij betreft een vraag van de samenleving zijn. We groeien niet omdat wij dat zo vinden of leuk vinden, maar het moet een antwoord zijn op de vraag van de samenleving. En u heeft het de afgelopen jaren dus blijkbaar het gevoel gehad dat er meer vraag was naar universitair onderwijs. Ja, dat zie je ook. Hè. Er zijn Europese onderzoeken die zeggen ongeveer de helft van de bevolking van een kenniseconomie zoals Nederland, ongeveer de helft van de bevolking zou in het hoger onderwijs moeten zijn opgeleid. Dus dat zijn de hogescholen en de universiteiten. Nou, daar zitten we nu zo'n beetje in de buurt. Ja, en dat is ook dus ook opnieuw de vraag van de samenleving moet wat mij betreft leidend zijn. Ja. 8 jaar geleden trad u aan als rector magnificus. Nu laat u de universiteit binnenkort achter. Ja. Wat voor universiteit laat u achter? Ja, ik denk een hele krachtige universiteit en een hele inspirerende gemeenschap waar echt iedere dag en iedere nacht gewoon iets te beleven is. Dus het is een... Ja, ik bedoel ook hier weer en ook hier wat je hier weer achter ziet. Ja, hier zitten ze allemaal doodstil te kijken. Maar het is een bruisende community in Leiden en in Den Haag. En nou, daar heb ik ook wel erg mijn best. Ik heb ook wel vaak afgevraagd, wat kan je nou als rector toevoegen? En ik heb steeds gedacht, als ik nou door de gesprekken met de mensen en door belangstelling te tonen en via Twitter ook te laten zien wat al die mensen voor mooie dingen doet, als iedereen daardoor maar 1% meer geïnspireerd raakt dan ze nu zijn. Ja, hoe mooi is dat? Ik bedoel, misschien is dat ook wel in grote lijnen ook genoeg om te doen. Dus ja, ik heb het gevoel dat ook wel goed gevallen is en dat ook wel gewerkt heeft. En ja, ik laat hem in het volste vertrouwen over aan Hester. Trouwens, ook Annetje, hè, we krijgen een rector en een voorzitter. Annetje Otto. Annetje Otto uit Utrecht. En Martijn Ridderbos, het derde lid van het college van bestuur. Ik heb nu al een beetje met ze de afgelopen 2 weken met ze gewerkt. Dit gaat een fantastisch team worden. En ja, echt alle vertrouwen in dat dit heel mooi gaat worden. Ja, en u was heel actief op Twitter. U was heel actief in de maatschappij, in het verbinden tussen universiteit en maatschappij. Heeft u er vertrouwen in dat uw opvolger Hester Bell dat ook zal zijn? Want u vindt dat heel belangrijk. Denkt u dat zo blijft? Ja, zeker. En ik denk bijvoorbeeld wat Hester meer heeft dan ik. Dat is, Hester heeft ook wat meer gevoel ook voor het echte bedrijfsleven, voor de industrie. Die komt ook uit Delft. En daar is ze ook echt groot geworden. Ze is ook alumna van Leiden. Ze heeft Engels hier gestudeerd, maar ze heeft ook sterk die verbinding met het bedrijfsleven. En ik denk, zeker met dat Science Park wat we hebben en wat we verder aan het doen zijn, ook economisch in Zuid-Holland. Het is echt een superpower geworden, die provincie van ons. Ja, ik denk dat ze daar ook echt iets kan toevoegen wat ik minder heb toegevoegd de afgelopen tijd. Ik ben misschien iets meer van de publieke sector. En zij voegt die private sector daar misschien nog wel wat meer aan toe dan ik heb gedaan. Dus ook om die reden, het is altijd goed om te wisselen. Ik bedoel, ik ga dan met pensioen, maar het is altijd goed om te wisselen. En ik denk dat zij op dat punt ook echt de stempel zal drukken. En dat zal voor Annetje op haar dossiers hetzelfde zijn. Ja, u noemde het al, u gaat met pensioen. Hoe ziet dat eruit voor een rector magnificus die altijd zijn hele leven in Leiden heeft gewoond? Ja. Ja, zeker. Nou ja, ik heb nog wel eventjes. Ik heb nog wel in militaire dienst nog een beetje rondgereden in een vrachtwagen. Dus ik heb nog wel geluk. Nee, maar inderdaad, ik ben nooit uitgeschreven geweest uit Leiden. Dus dat klopt inderdaad. Ik heb mij voorgenomen om. Het is een cold turkey, zou je kunnen zeggen. Dus op 8 februari houdt het op. En op 9 februari zit ik gewoon, ja, word ik wakker. En dan houdt het ineens, dan staat de hele machinerie staat stil. Ik heb besloten om, mensen beginnen allemaal over een zwart gat natuurlijk, waar je dan invalt. Ik dacht, nou, laat maar eens kijken waar ik inval. En dan ga ik dat zwarte gat eens een beetje bestuderen. Eens een keer kijken, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Een beetje tijd nemen. En dan daar de komende maanden dan gebruik van maken. En dan 1 september, nou, dan moet ik een beetje weten, wat wil ik met mijn leven? Wat wordt de volgende fase? En dat kan van alles zijn. Maar ik heb me dus echt voorgenomen niet onmiddellijk nu allerlei dingen aan te nemen aan bestuurlijke klussen en zo. Eerst maar eens eventjes een paar maanden even bekomen, dat zwarte gat een beetje verkennen. En dan kijk ik in september weer of er nog andere leuke. Uiteindelijk ben ik tegen die tijd 67, dus zo oud ook weer niet. Ja. Dus er valt nog van alles te doen. Kan ik u bijvoorbeeld terugzien straks als Eerste Kamerlid voor het CDA? Ja, nee, daar ben ik dus volgens mij, moet je dan tot je 70ste of zo. Nee, ik denk dat
Nee, ik denk het niet. Ik zou, waar ik nu aan denk, zijn wat meer tijdelijke klussen, ook wat reflexiever. Dus ik heb vorige keer na mijn decanaat heb ik een boek geschreven over rechtenfaculteiten. Nou, toch eens nadenken over misschien een boek of een boekje of wat artikelen over de universiteit. Niet zozeer specifiek Leiden, maar wel over de universiteit. Zoiets denk ik op dit moment wat eerder dan een echte politieke functie. Ja. Dat denk ik niet. Maar wie weet, als het CDA in dat gat zit, dan wie weet. Waar gaan we u nog terugzien in de stad? Ik moet altijd denken aan de 3 oktober vereniging waar u met de hoge hoed mee rijdt. Dat niet meer. Nee, dat niet meer. Hoe wilt u betrokken blijven bij de stad? Ik denk, weet je, ik woon in de stad. Ik woon hier een paar honderd meter van het academiegebouw af. Dus ik loop over de markt, over het Rapenburg. Studium Generale is natuurlijk iets heel moois. Maar dat zijn al die lezingen die altijd permanent, ja, nu een beetje online, maar straks ook weer fysiek. Je hebt straks alle oraties die ik heel leuk vind om naartoe te gaan. Dus ik zal denk ik wat meer als consument, zou je kunnen zeggen, van de universiteit er straks naar kijken. Ik ga het allemaal zien, maar die stad Leiden, ja, dat blijft toch wel heel sterk mijn stad. Ja, en Den Haag is daar natuurlijk in de loop van de tijd bijgekomen. Dus ik zal ze heel erg op de voet volgen. Niet in de weg lopen, maar wel op de voet volgen. En ook een beetje van ze genieten en alles wat ze aan moois produceren. Dank u wel, Karel Stolker. Neemt op 8 februari afscheid van de Universiteit Leiden als rector magnificus en wordt dan opgevolgd door Hester Bell, die in ieder geval voor 4 jaar daar aan de slag gaat.